Roy Adema, de 83-jarige vakbondsleider en voormalig president-commissaris van Telesuur, is na een langdurig ziekbed overleden. Hij stond bekend om zijn baanbrekende bijdrage aan het beroepsonderwijs in Suriname, waarvoor hij grote erkenning ontving. Adema begon zijn politieke carrière bij de partij Nationalistische Republiek, PNR, en was medeoprichter van de Surinaamse Partij van de Arbeid. Hij speelde meer dan 55 jaar een cruciale rol in de vakbeweging, waarvan een groot deel als voorzitter C47. Daarnaast vervulde hij in de jaren 2000 tot 2009 verschillende functies binnen de Raad van Commissarissen bij Telesuur, waar hij zelf de functie van president-commissaris bekleedde. Adema wordt herinnerd als een invloedrijke figuur die zijn stempel drukte op de vakbeweging en het publieke leven in Suriname, en zijn nalatenschap blijft onmisbaar.